En die auto raakt van de weg. Die gaat echt 15 keer over de kop. Komt op de andere weghelft terecht. Vliegt in de brand. En wij dachten bij onszelf, nou, dat heeft iemand niet overleefd. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels, ik ben de host van deze podcast en bij mij aan tafel zit Tinus en jij bent een Tactical Flight Officer op de heli. Ja, dat klopt. Nou, leuk dat ik mocht aansluiten bij jullie om het verhaal te vertellen. Ja, dus, superleuk dat je er bent. Ja. De vorige podcast, dat was iemand van het arrestatieteam, daar waren ontzettend veel vragen, er was heel veel interesse, maar... ook bij de heli is de interesse echt super groot. Ja. Jij zit tegenover mij met een helm op. Ja. Waarom is dat? Ja, kijk, wij opereren toch ook in een gebied waar we vaak ook met risico te maken hebben. De meeste boefjes op straat zijn niet vrienden van de politieheli. Dus vandaar dat we gewoon onherkenbaar gaan voor onze eigen veiligheid. Ja, super fijn dat je toch ondanks dat hier wel bij mij aan tafel wil zitten om deze podcast op te nemen. Heel erg interessant. Wat doet een Tactical Flight Officer? Je moet het zo zien. Wij vliegen met politiehelikopters boven heel Nederland. Achterin de politiehelikopter zit ik. Ik stuur zeg maar de eenheden op de grond aan. Ik zeg tegen de piloot waar we naartoe gaan. Ik doe de communicatie, ik maak de foto's, ik verzorg de beelden. En dat doe ik samen met de vlieger. Als we gaan kijken naar hoe het zit in de lucht qua verantwoordelijkheden, is de vlieger verantwoordelijk voor of het veilig kan. En ik ben verantwoordelijk voor de operatie. Maar we doen dat wel meestal in samenspraak tussen ons beiden. Als hij iets raars ziet of hij ziet dat ergens een verdachte loopt of een boef loopt, ja, dan gaat hij dat natuurlijk ook tegen mij zeggen. Maar zo zijn de taken een beetje verdeeld in de helikopter. En jij werkt bij de afdeling luchtvaart? Ja, politieafdeling luchtvaart heet dat. Dus eigenlijk, vroeger was dat de unit luchtvaartpolitie. Er is ook een serie van geweest op televisie in 2012. Nou, dat werk wat je daar dus nog terug kan vinden op YouTube, dat doen wij zeg maar. Daar is wel best wel wat veranderd de laatste jaren. Want de boeven zijn slimmer geworden, maar wij ook. Dus dat gaat een beetje... We matchen een beetje aan elkaar. We zitten nu bij de afdeling luchtvaart, politie. En daar zit de helikopters zitten daarin. Maar we hebben ook op de afdeling het luchtvaarttoezicht zitten. Die dus toezicht houdt op de vliegvelden. Ook de piloten bijvoorbeeld van een luchtvaartmaatschappij die controleren. En tegenwoordig zitten ook de drones zitten bij ons. Ah, okay. Dus het is vrij breed. We hebben bemande luchtvaart, onbemande luchtvaart en ook nog het toezicht daarop. Ja, en jij als Tactical Flight Officer, jij houdt je vooral echt bezig met het werken in de heli. Ja, wij werken met. Ik werk voornamelijk zeg maar vanuit de heli. Wij hebben twee type helikopters. Misschien ook leuk om te vertellen. We hebben de EC-135. Dat is de helikopter die je kan herkennen aan de strepen erop. Dus waarschijnlijk zijn dat ook de helikopters die je heel vaak boven je eigen woonwijk ziet vliegen als er wat is. En we hebben ook de grote helikopters. Dat zijn de Agusta's, de AW-139. En de verdeling met die types is de kleine helikopter waar ik op vlieg. Dat is echt een beetje noodhulp gerelateerd. Dus wij doen zeg maar de noodhulp, ondersteuning. We zoeken mensen, achtervolgingen. En de grote helikopter doet wat uitgebreidere taken, zoals DSI, dus die specialistische interventies, ondersteunen ze en kustwacht. Ja, precies. En daar vlieg jij niet op? Nee, daar vlieg ik niet op. Dat is echt een keuze die je maakt. Ja. Je vliegt op het ene type of het andere type. Je kan het ook niet met elkaar vergelijken. We zijn wel allemaal hetzelfde opgeleid. Heb je nou wel eens de neiging gehad om te landen en fysiek het incident in te duiken om te helpen? Bijvoorbeeld bij een assistentiecollega of weet ik het wat? Op zich doen we dat ook. We hebben de mogelijkheid met de helikopter om overal te landen en om hulp te verlenen. En daarvoor zijn wij ook bewapend. Kijk, hier in de steden maakt het niet zo heel veel uit. Want je hoeft hier maar één keer een assistentiecollega te roepen of autootje erbij. En dan staat het blauw. Maar we vliegen wel ook wel eens natuurlijk in de buitengebieden. En stel dat daar een melding komt en de eerste auto is aanrijdend op 10 minuten en wij hangen erboven en er staat er iemand met een bijl iemand in elkaar te slaan. Ja.
Ja, dan zetten we de heli echt aan de grond en dan gaan we ook optreden. Ja, en daarvoor zijn we ook eigenlijk allemaal gewoon politiemensen aan boord. Alleen met een ander stuk gereedschap dan de meeste politieagent op de grond. Ja. Het gebeurt regelmatig dat wij vliegen boven de buitengebieden. En dan luisteren we mee op de politieradio van de regio. En dan komt een reanimatie binnen. Als de eerste auto op een minuut is, nou, dan gaan we niet landen. Maar we hebben het ook wel eens recentelijk gehad dat we dus de eerste auto een kwartier aanrijden tijd heeft. Nou, dan zetten we inderdaad de heli uit aan de grond. Dan pakken we de AED, want die hebben we aan boord. Ja. Dan spring ik eruit en dan ren ik naar degene die een hartstilstand heeft toe. En begin ik met reanimeren. Ja, joh. En dat is toch raar als mensen op straat die zien een helikopter landen en iemand met een witte helm aankomen en hulp verlenen. Maar ja, dat zijn we natuurlijk in de basis, zijn we nog steeds gewoon de politieman van de straat. Ja. Nou, we gaan in deze podcast volop duiken in jouw werk en ook natuurlijk in nabij de heli. Kijken wat we wel en wat we niet kunnen laten zien. Maar we willen ook wat meer dingen over jou te weten komen. Oké. Okay. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Ja, het leukste aspect is denk ik wat iedere politieman heeft. En dat is toch het onbekende. Sinds 1993 zit ik bij de politie. Ik heb van alles gedaan binnen de politie. Vanaf gewoon de basiseenheid tot en met de verkeerspolitie. En daarna ben ik nog bij de waterpolitie even geweest. En nu zit ik in de lucht. Dus mijn werk, het leukste van mijn werk is eigenlijk het onbekende, het onverwachte. En toch ook wel de chaos waar je soms in komt. En om daar een beetje orde in te scheppen, dat is toch wel de uitdaging in mijn werk. En dan het mooiste is natuurlijk als we als crew, dus met de vlieger en de TFO, als we dan gewoon een succesje behalen, dan word je gewoon echt blij met z'n allen. Ja. Als je niet bij de politie zou werken, wat zou je dan doen? Dat vind ik moeilijk. Ik ben met 25 bij de politie gekomen en ik heb eigenlijk binnen de politie heel veel takken heb ik gedaan. En ik vind wat dat betreft een prima baas en ik heb me eigenlijk nog nooit in verdiept van wat zou ik dan doen. Maar als je het zou vragen, zou ik misschien wel in het buitenland willen werken of wat meer ook van de wereld zien, zeg maar. Ja. Draai je nou het liefst een vroege dienst, een late dienst of werk je het liefst in de nacht? Ja, ik werk eigenlijk liefst op de tijdstippen dat het hoop te doen is. En dat is toch altijd als het donker wordt. Of in een avonddienst of in een nachtdienst. Waar je dus de meeste kans hebt om de collega's op de grond eigenlijk te ondersteunen. Want daar vliegen wij uiteindelijk ook voor. Om te zorgen dat de collega's op de grond veilig kunnen werken. Ja, en dat we die gasten die zij net niet kunnen vinden, dat wij die kunnen pakken. Ja. Ja, en dat is meestal niet op een zondagochtend. Nee. Wat is de meest gekke politieafkorting die jij kent? Ik heb niet echt een politieafkorting waar ik dan denk van nou die is raar of vreemd. Ja. Heb ik eigenlijk niet over nagedacht. En de term Zulu, want de heli wordt de Zulu genoemd. Ja, weet je, waarom is dat eigenlijk? Nou, de Zulu is eigenlijk landelijk de naam voor de politiehelikopter. Die komt uit het verleden, uit de ME-structuur. Maar wij gebruiken hem altijd. En dat doen we niet omdat we het een hele stoere naam vinden. Maar dat doen we wel voor de herkenbaarheid. We komen vaak bij acties waar de collega's op straat echt een beetje in paniek zijn of snel de heli willen hebben. En als zij ons dan moeten oproepen met LE8013, dan vergeten ze dat vaak. Ja. Dus daarvoor proberen we ook altijd de Zulu te gebruiken. En we vinden het ook prettig als mensen ons daarmee aanroepen, want er is maar één Zulu op dat moment. En dat zijn wij. Wat is voor jou nou de mooiste plek van Nederland om boven te vliegen? Ja, het wordt een beetje cliché, maar de leukste plek om te vliegen is eigenlijk waar, waar je de meeste meldingen hebt. En dat is toch het Randstadgedeelte, zeg maar, waar de intensiteit van de meldingen heel hoog is. Ja, dat komt natuurlijk omdat wij vaak meldingen zoeken in de heterdaad. Hè. Dus op het moment dat het gebeurt, willen wij het graag weten. Want dan kunnen we nog een van die boeven op de grond opsporen. We hebben niet zo heel veel aan om bijvoorbeeld in een gebied te vliegen waar 's avonds iemand thuis komt en zegt, ja, er is ingebroken. Ja, dan is het al gebeurd. Dus ja, we zoeken toch een beetje de Randstad op. En dan is het Amsterdam,
Den Haag. Nou ja, Rotterdam is mijn favoriet. En dat komt ook gewoon omdat het gewoon... Het heeft alles natuurlijk. We hebben een haven. Het is een supergrote regio. En ja, we vinden het daar ook altijd gewoon gezellig, zeg maar. Ja, ja. Ja, de meldkamer is gezellig. En collega's zijn gewoon harde werkers. Ook in de rest van Nederland. Maar ja, soms iedereen heeft zijn voorkeur. Ja, ja, dat is goed om te horen. Ja, toch? Ja. We gaan eerst eens even naar Martinez Verdachte Feitjes. Verdachte Feitjes. Welkom weer bij de Verdachte Feitjes van deze aflevering. De rubriek waarin ik jou meeneem in de wonderenwereld met interessante en leuke feitjes. Vandaag ga ik het met jou hebben over social media. We willen als politie natuurlijk op een laagdrempelige manier in contact komen met jou, de burger. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Volg jij ons al? We hebben bijvoorbeeld een landelijk account van heel de politie heel Nederland. Maar we hebben ook accounts vanaf de eenheden, de basisteams, de wijkagenten en de jeugdagenten. En wist je dat we ook thema-accounts hebben, zoals de verkeerspolitie? Dat zijn dus specifieke accounts van specifieke afdelingen. Op de accounts van de basisteams, de wijkagenten en de jeugdagenten plaatsen ze content die echt relevant is voor hun locaties en hun wijken. Dus volg jij je wijkagent al op Instagram of op Twitter of op Facebook? Dan blijf jij namelijk op de hoogte van wat er afspeelt in jouw wijk. Trouwens, volg jij Nieuws al op Instagram? Je kunt hem vinden onder @politie_nieuws. Daar kun je altijd even laten weten wat je van de aflevering vindt. Of als je tips hebt voor nieuwe afleveringen, dan horen we het daar natuurlijk ook heel graag. Dit was hem weer voor deze keer. Tot de volgende keer. Jouw vraag. Nou hebben wij via Instagram de vraag gesteld of mensen vragen aan jou hebben. Ja, nou, ja. Dat liep nogal storm. Het liep ook heel erg uiteen naar wat voor verschillende vragen er werden gesteld. Ja. Maar er gaan ook een hele hoop vragen over het stukje, nou ja, eigenlijk recruitment. Hoe word je tactical flight officer of piloot? Ja. Kan je daar wat over vertellen? Hoe gaat dat traject? Kijk, wat wij zoeken is, wij zoeken mensen met veel ervaring. Ik zeg wel eens... In de heli leer je geen politiewerk. Je gaat het politiewerk toepassen wat je op straat hebt geleerd. En dat vul je rugzakje vul je daarmee. En op het moment dat je aan het vliegen bent, dan ga je daar dingen uithalen. Van, oké, ik heb een inbraak, heterdaad. Wat zegt mijn politiegevoel? Nou, de jongens, hebben melders ze gezien? Waar kunnen ze naartoe zijn gaan? En zo ga je je plannetje aanpassen. Dus we zoeken sowieso mensen met ervaring. Die weten hoe het op de grond eraan toe gaat. Nou, dan hebben we een selectietraject. Dat is een behoorlijk zwaar selectietraject. Het laatste traject wat we gedaan hebben, duurt het een jaar. En er zitten dan testen in of je sowieso tegen het vliegen kan. Of je een beetje snel in je bovenkamer bent. Hè, of je verbanden kan leggen. Hoe je met de apparatuur bent. Selectiegesprek, psychologische gesprekken. Dus het is echt een hele zware... opleiding en selectie. Vorig jaar hebben we vacatures, hadden we 4 vacatures. Nou, we doen dan meer dan 200 brieven krijgen we daarvoor. Dus ja, het is wel echt iets wat gewild is. Ja, en waar we gewoon heel streng dan op selecteren. En dat duurt lang. Jullie selecteren alleen vanuit de politie? Ja, we selecteren alleen vanuit de politie. En dan kijken we echt naar je ervaring, je diversiteit. Heb jij wat heb jij gedaan? Heb jij 4 jaar lang alleen maar op een basisteam gezeten? Of heb je nog wat solistisch werk gedaan? Heb je op de motor gezeten? Heb je iets recherche achtergrond? Want we willen eigenlijk in de lucht iemand die daar ter plaatse heel snel het overzicht kan nemen. En op dat moment ook de goede dingen kan gaan doen. En dat gebeurt allemaal in de lucht. Ja, vaak in split seconds dat je die beslissing moet maken. Oké, we gaan dat doen. En is de selectie voor politievlieger en tactical flight officer, is dat hetzelfde? Ja, nee, dat is niet hetzelfde. Het zijn ook echt 2 verschillende banen, zeg maar. Een hele goede vlieger bij ons, die kan heel slecht zijn in tactical flight officer zijn. En andersom ook. Hè. De vliegopleiding duurt veel langer. Die duurt bij elkaar een jaar of 4. Dan ga je ook naar het buitenland. En de selectie is ook zwaarder. Alleen, daar wordt niet zo heel veel gekeken naar ervaring wat je hebt op straat. Omdat het natuurlijk van minder belang is. Omdat je een hele ervaren collega achterin hebt zitten in de vorm van een tactical flight officer. Die eigenlijk
De vlieger vertelt waar we naartoe moeten, zeg maar. Dus, wat ik in het begin ook al vertelde. Ja. Dus dan is de politieervaring voor de collega in de cockpit is wel fijn om hem te hebben, dat hij wel weet waar hij over praat. Maar of hij nou een jaar op straat heeft gezeten of 2 jaar of 3 jaar, maakt dan niet zo heel veel uit. Nee. En wat is nou voor jou de belangrijkste eigenschap die een tactical flight officer moet hebben? Je moet nooit opgeven. Iedere melding, hoe klein die ook is, kan je een succes behalen. En als je niet probeert, dan ga je ze ook nooit pakken, zeg maar. De meeste aanhoudingen waar ik een voldoening van heb, dat zijn de aanhoudingen waar je zelf als crew heel slim moet nadenken. En eigenlijk een beetje out of the box en dan je succes behalen. Kijk, het is heel makkelijk om iemand uit een maisveld te halen, 2 inbrekers, waar 100 collega's onder staan en je kijkt en daar liggen ze. Ja, daar haal ik mijn voldoening niet meer uit. Want als je tot de volgende dag wacht en misschien nog een paar dagen komen ze er vanzelf uit omdat ze honger hebben. Ja, het leukste is gewoon om te kijken van ik heb een voorbeeldje. Ik ben een keer bij een inbraak geweest, heterdaad. Waren we echt binnen 10 seconden waren we aanwezig. En ik kijk naar dat pand en de meldkamer zegt, verdachten zijn net weggelopen. En het was op een vrijdagavond, het was hartstikke druk. En ik zie 2 jongens over een zebrapad lopen. Die lopen allebei iets steviger door. Op gelijke afstand van elkaar. Niemand keek er naar de heli. Dat is op zich ook al vreemd, hè? Want iedereen die de heli ziet, die gaat kijken. Maar die liepen stoïcijns door, iets versnelde tred. En ik zeg tegen mijn collega, nou, dat kunnen ze wel zijn. Dus ik volg ze even, ze zijn het hoekje om en ze kijken om en ze beginnen te rennen. Nou, daar heb ik dan echt voldoening van. Dan denk ik van ja, doordat ik gewoon iets verder kijk en door mijn politieervaring hadden wij allebei aan boord zoiets van, hey, dat is raar. 2 jongens die lopen op 2 meter achter elkaar, net iets harder. Dus ze horen bij elkaar, maar ze willen niet bij elkaar gezien worden. Ja, ja, dat is dan voor mij dat ik denk van ja, daar heb ik dan echt wel denk van, dat vind ik dan een leuke casus, zeg maar, om op te lossen. Ja. Uiteindelijk aangehouden, hadden daar ook inbraak gepleegd en die hadden ze anders nooit gehad. Nee, precies. Hey, wat voor fysieke eisen zijn er nodig om dat werk te doen? Ja, fysiek is het voor ons op de EC niet zo. Dus op de kleine politie-heli's niet zo heel zwaar. Je moet wel echt luchtvast zijn, zeg maar. Ja, want wij vliegen eigenlijk altijd met de heli. Het enige wanneer we niet vliegen is als het sneeuwt, als het mistig is. Of het vriest en het is vochtig. Dus met ijzel dan kunnen we ook niet vliegen. Maar wind is geen... Nee, wind is geen probleem. Okay. Maar je kan je voorstellen als je achter in de politieheli zit. Met hier schermen rondom je heen. Je kijkt alleen naar rechts, naar buiten kan je kijken. En het waait flink boven de stad. Nou, dan gaat de kist gaat echt van links naar rechts. Dan is het af en toe net of je in een achtbaan zit. En dan moet jij ook wel gewoon je werk kunnen doen. Dan kan je niet zeggen van jongens, ik ben een beetje misselijk. Dus laten we maar teruggaan. Even een colaatje erin. Nee, dat gaat niet. Bij ons word je daar ook op getest. Je gaat ook echt, als je in de laatste fase van de opleiding zit. Of van het selectietraject. Dan ga je een soort stuntvliegtuig mee. Die gasten zijn erop getraind om jou ziek te kunnen maken. Dus ze weten tot hoever ze kunnen gaan. Nou, dan kijken ze van hoe snel gaat het en hoe goed kan je er tegen. Want ja, het is wel je werk. Als jij zeeziek bent, dan zal je ook niet bij de waterpolitie gaan zitten. Nee. Precies. Op kantoor misschien, maar niet op de boot. Dat is ook een van de vragen die we via Instagram hebben binnengekregen. Oh. Heeft er wel eens een collega overgegeven in de heli? Ja, dat gebeurt wel. En dat is ook helemaal niet raar. In het begin gebeurt dat gewoon. Kijk, het is fysiek ben je natuurlijk afhankelijk van hoe jij je die dag voelt. Ja. En stel, je bent al niet helemaal fit of je hebt wat slechter geslapen. En je gaat dan in een bewegelijke heli zitten. Ja, dan kan het wel zijn dat je moet overgeven. Daarna moet je het wel kwijt zijn. Het moet niet zo zijn dat je erin blijft hangen. Maar goed, het gebeurt wel eens hoor. Ja. Nou zijn er ook wel wat vragen binnengekomen over natuurlijk jullie optreden. Waarom hingen jullie gisteren boven mijn wijk in Haarlem? Ja. Maar ook een algemene vraag van waarom hangen jullie soms gewoon heel lang stil op 1 plek? Dan zie je die heli daar hangen. Ja. Waarom? Wat gebeurt er dan? Ja, nou kijk, vaak is het zo dat wij het gewoon het liefst blijven vliegen in de lucht. Stil hangen kan een bepaald risico geven. Je kan beter gewoon blijven vliegen.
Maar het kan maar net zo zijn dat we een bepaalde hoek van een pand, van een huis of een tuin in beeld willen brengen. Waardoor we dus zeg maar een positie kiezen. En dan gaan we zeg maar, ja, dat noemen wij hoveren. Dus dan hang je eigenlijk stil in de lucht. Om dan precies die hoek te bekijken. Dus operationeel gaan we vaak stilhangen. Het liefst blijven we gewoon vliegen. Maar operationeel ja, is het ook een keuze die we dan zeg maar tactisch toepassen. Ja, tot slot. Hoe snel kunnen jullie? Nou, wij kunnen zeg maar 120 knopen. Nou, een knoop is, voor mij was het 1,6 kilometer. Ja, rond de 250 kilometer kunnen wij vliegen. Alleen betekent als we tegenwind hebben, dat dat er ook weer vanaf gaat. Als we voor de wind hebben, dan komt het er weer bij. Ja. Maar gemiddeld ja, rond de 220, 230 tot 250 halen wij wel, zeg maar. Ja, maar daarbij, jullie hoeven je niet over de weg te bewegen. Nee, we hebben geen bochten. We Precies. kunnen mooie stukken afsnijden. En, Want dat verbaasde mij wel eens dat je dan hoort van de heli die hangt nu nog boven Utrecht. En ze zijn ja, er. En ja, dat, ja, nou, dat gaat echt snel. Rotterdam, Schiphol is 10 minuten voor ons. Rotterdam? Van Rotterdam naar Schiphol ja, is 10 minuten? Ja, ja, ja. Dus het gaat... Zo. Het gaat heel snel. Ja. Mogen jullie overal komen? Ja, in principe mogen wij ter uitoefening van onze taak, dus hetzelfde als de politieauto op de straat, hebben de collega's ook een ontheffing. Als het nodig is voor ons werk, mogen wij overal landen, mogen wij net zo laag vliegen als we willen. Alleen wij beseffen ons ook wel dat laag vliegen best wel impact heeft, hè, voor de mensen die daar op de grond zitten en wonen. Dus dat proberen we te beperken. Alleen tactisch, ik heb een voorbeeld. Stel dat er een kind vermist wordt en wij moeten gaan zoeken daarnaar. En we hebben niet echt een zoekgebied, maar er is iemand vermist in een woonwijk van een jaar of 3, 4. Nou, iedereen natuurlijk aan het zoeken, ook de collega's op de grond. Ja, dan gebeurt het wel eens dat we zeggen, nou, we weten niet waar we moeten zoeken. Maar we maken wel even daar een rondje en dan vliegen we iets lager. Zodat iedereen eigenlijk naar boven kijkt en denkt, hey, politieheli. Ga misschien kijken op Twitter of op Burgernet en denk, oh, er is iemand vermist. Hey, die zie ik hier lopen. Ja. Dus dan, dan is de heli... een soort attendering, heli, ja. Ja, is dan een beetje bijvangst, zeg maar, dat we daar vliegen. Ja. Het dossier. Wij zijn in de rubriek Het Dossier altijd heel erg benieuwd naar een zaak of een situatie die voor jou... indruk heeft gemaakt of waarvan ja. jij het waard vindt om over te vertellen. Ja. Nou kan ik me zo voorstellen dat jij heel erg veel verhalen te vertellen hebt. En dat sommige dingen die voor ons allemaal heel erg speciaal zijn, voor jou misschien al wat minder speciaal zijn. Maar kan jij eens ons meenemen in een mooie anekdote? We hebben zoveel acties meegemaakt. En eentje die ook wel indruk op mij heb gemaakt. En die is ook op een gegeven moment op televisie geweest. Dat was op de A15 bij Rotterdam. Een bestuurder had schietbewegingen gemaakt naar een andere weggebruiker en asociaal rijgedrag. En wij komen daarbij en die auto gaat de afrit en we zien hem eigenlijk rijden. Dus we willen eigenlijk de positie door gaan geven. En die auto raakt van de weg. Die gaat echt 15 keer over de kop. Komt op de andere weghelft terecht. Vliegt in de brand. En wij dachten bij onszelf, nou, dat heeft iemand niet overleefd. En nou, we zien de brand uitbreken, dus we gaan de hulpdiensten roepen. En ik zie op dat moment zie ik een deur opengaan. En er stapt iemand uit. Die doet nog even zijn jas recht. En die begint te rennen. Uiteindelijk is die persoon ook aangehouden. En wij hadden echt zoiets van, weet je... normaal mensen die struikelt thuis over de krant en die breekt wat. En dit komt gewoon na 15 keer over de kop gegaan te zijn. En een lantaarnpaal te geraakt hebben. Auto in de brand, er levend uit. En kan nog rennen. Ja, en kon nog rennen ook. En hadden we allebei toen we terugkwamen wel weer zoiets van... Goh, wat was dat voor een actie? Ja. Ja. Met wat voor energie zit jij op dat moment in die heli? Ja, je wil die zaak natuurlijk tot een goed einde brengen. Je hebt gewoon ook adrenaline. En je gaat toch in een automatisme ga je eigenlijk alles doen. En je hebt... Op het moment dat dan een actie lukt en met name bijvoorbeeld met een achtervolging, hè, met heel veel eenheden erachter. En je kan dan toch als politieheli het voor iedereen veiliger maken. Ook voor de collega's die erachter zitten. Door bijvoorbeeld te zeggen, joh, wij hebben hem in het zicht, hou maar een klein beetje afstand. Hè, zodat degene die achterna wordt gezeten niet wordt opgejaagd. En de collega's achter ook wat veiliger hebben. Kijk, uiteindelijk is het zo, als die politieheli erboven zit,
ja, dan kan je maar beter stoppen. Maar dan ontsnap je echt niet meer. Dus ja, zo proberen we een beetje de rust te brengen. Ja, en als het dan uiteindelijk het lukt zoals je het gepland had. En dan geeft het gewoon echt wel een kick, zeg maar. Dan worden we echt heel blij van met elkaar. En dan komen de high fives ook wel in de kist, hoor. En dan, De successen. Ja, tuurlijk. Je hebt ook een ontlading als iemand op een gegeven moment dan toch gepakt wordt. En de collega's zeggen, joh, we hebben 2 keer aanhouding. Of dan heb je gewoon zoiets, weet je, heb je met elkaar. Dus niet alleen met de heli, maar ook met de collega's op de grond. Heb je toch echt gewoon een... toch tot een goed resultaat gebracht. En daar kan ik, ondanks dat ik 12 jaar dit werk al doe, daar kan ik nog steeds blij van worden en daar kan ik nog steeds trots op zijn. Nou, een andere zaak die ook wel indruk heeft gemaakt, dat is een vermiste man die we gevonden hebben. Die man was op leeftijd, dementerend, was gaan wandelen, was in een bosgebied terechtgekomen en kon daar niet meer uit. Zat helemaal vast in de bramenstruiken en tussen de takken. Het was volgens mij het begin van de winter of zo. Het was nog niet heel koud, maar 's nachts kon het wel afkoelen. Iedereen was aan het zoeken naar die man. Zijn telefoon raakte op. En uiteindelijk hebben wij hem wel kunnen vinden in het bos. Hij zat echt midden in het bos, in het struikgewas. Daar konden ze, de collega's konden daar niet eens bij komen. Hij moest echt met brandweer, met zwaar materiaal, moest dat worden vrijgemaakt. Ja, toen hadden we ook na afloop zoiets van, ja, daar hebben we echt wel goed werk gedaan. Want als die man zijn telefoon opraakt en hij kan niet meer bellen en hij kan er zelf niet meer uitkomen, ja, dan hebben we misschien toch zijn leven gered, zeg maar. Ja, dat geeft dan wel een goed gevoel dat je dat hebt kunnen doen voor de medemens, zeg maar. Ja, zeker. En kan je dan ook iets vertellen over de manier waarop je zo iemand dan aantreft? Is dat dan vooral met de welbekende warmtebeeld? Ja, dit was in de avond en dan kijk je eigenlijk alleen op warmtebeeld. Maar ja, dan moet je zo zien dat ieder konijn of ieder hert wat daar ook loopt, dat springt er ook uit. Dus en in dit geval was het echt, hij zat zo dicht boven in het struikgewas dat het iedere keer op mijn scherm, nou, ik heb zo'n scherm, dat maar zo'n klein zwart dingetje was wat iedereen een keer tevoorschijn kwam. Ja, toen zijn we daarop gaan focussen en toen uiteindelijk konden we hem met de lamp konden we die man ook in het licht zetten met zoeklicht. Waardoor ook de eenheden op de grond, die wisten echt, hadden geen idee waar ze naartoe moesten. Ja, ga dan maar eens uitleggen in een bos waar je naartoe moet. Ja. Je hebt geen straat waar je naartoe kan lopen. Dus hebben we de lamp erop gezet en zo konden we hem eigenlijk uitlichten, zodat de hulpdiensten daar naartoe konden. Ja. Wat is nou het moeilijkst aan jouw werk? Het moeilijkste aan mijn werk is dat ik eigenlijk over heel Nederland vlieg. Dus ik kan in een melding in Rotterdam. Nou, ik weet ondertussen wel een beetje waar de belangrijke wegen liggen. Maar de kleine wegen en wijkjes weet ik ook niet allemaal. Tot en met Limburg en Groningen kom ik. Nou, eigenlijk kom ik altijd op onbekend gebied. Kijk, de leukste meldingen voor mij zijn is in mijn eigen woonplaats. Waar ik al jaren woon. Ja. Dan weet ik waar de bakkerij Piet zit. En dan weet ik waar de snackbar Jantje zit. Maar collega's op straat gebruiken dat natuurlijk ook vaak. Van hij is bij snackbar Jantje de hoek om. En dan heb ik zoiets, ja, snackbar Jantje, geen idee waar dat zit. Dus dat maakt het werk lastig voor mij. Ja, het lastige maakt ook wel soms dat we ook gewoon dingen zien waar we niks aan kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen die zelfmoord plegen. Ja, dat we proberen altijd die heli daar heel terughoudend mee te zijn met de inzet van de heli. Omdat het ook nog wel eens een trigger kan zijn, omdat mensen dan juist wel wat gaan doen. Maar goed, als wij op heel ruime afstand hangen en mensen kunnen ons niet horen, kunnen we wel zien wat er gebeurt. Ja, ja, en dan is het wel eens, zeg maar, ik wil niet zeggen zwaar, maar dan heb je, als je dan een zelfmoord ziet, zeg maar, dan ben je er eigenlijk live getuige van. Ja. En dat, dat doet dan wel even wat met je, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik denk dat wij eens even gaan kijken bij de kist. Ja, laten we het doen. In het veld. Nou, hallo Niels, welkom. We zijn vandaag op Schiphol, waar onze helikopters staan. Jij wilde eens kijken hoe mijn werk eruit ziet op locatie. Nou, vandaar de uitnodiging en ik zou zeggen, stel je vragen. Ja, leuk. Nou, bedankt voor de gastvrijheid in ieder geval. Het is niet niks om hier binnen te komen bij de afdeling luchtvaart. En toch is het ons gelukt om hier een fantastisch mooie helikopter neer te zetten. En daar kan jij hopelijk het een en ander over vertellen. Ja. Wat is dit voor helikopter? Nou, dit is de EC-135. Dat is zeg maar de kleine helikopter waar we het ook vorige keer al over gehad hebben.
Hier doe ik mijn werk op. En dit is voornamelijk de helikopters die de mensen eigenlijk het meeste zien vliegen. Als er een helikopter is een actie in de wijk, dan zou je deze zeg maar tegenkomen. Ja, leuk. Voordat wij hier gingen staan, hadden we het natuurlijk al even over jouw werk. En toen vroeg ik ook wat dingen over hoe snel die rotors draaien en dat soort dingen. Ja. En toen zei hij, wacht even, mijn werk vindt plaats achterin. Ja, ja nou dat kijk, wij vliegen als crew met minimaal twee mensen. Dat is een piloot en dat is een operator die in de achterin zit. In de cabin noemen wij dat. En ik ga over de cabin. Dus ik zorg dat de collega's op straat, daar heb ik contact mee. Ik maak de beelden, ik maak de foto's, ik doe de tactische overwegingen. En ik vraag aan de vlieger, wil je daar naartoe vliegen? Ik weet wel wat van hoe een helikopter werkt. Maar je moet maar niet alles erover vragen. Nee. Het is gewoon, dat is een specialisme. Vliegen is een specialisme. En het werk wat ik doe in de cabin is ook een specialisme. Dus daar mag je me alles over vragen. Maar ga me niet vragen hoe snel die rotors draaien en dat soort dingen. Daar kan ik je geen antwoord op geven. Nee. Zullen we eens dichterbij kijken? Ja. Nou, wat je hier ziet is de camera. Dat is een flarecamera noemen wij dat. Maar dat is een infraroodcamera. En daar zitten ook kleurencamera's in en nog wat andere sensoren. Die camera die kan 360 graden draaien en die kan ik vanuit de lucht, vanuit de cabin, kan ik die bedienen. En wij maken hier geen foto's mee, maar we maken hier puur de bewegende beelden. Zoals je ook wel eens op de tv-programma's ziet met de achtervolging, die komen allemaal uit deze camera. Als wij kijken naar de beelden die online beschikbaar zijn, dan valt het me wel eens op dat die verschillende, het inzoomen en het uitzoomen, maar ook verschillende plaatsen en posities, dat kan elkaar soms razendsnel opvolgen. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je overzicht houdt en dat je weet waar je naar moet kijken? Ja, en dat je oriëntatie niet kwijtraakt? Er zitten natuurlijk heel veel technische hulpmiddelen in onze helikopters en die ook mij helpen met mijn werk. Ik kan daar niet overal wat over vertellen, want heel veel zaken zijn ook geheim. Maar wij hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld auto's te volgen, om de camera naar een bepaald punt te gaan sturen. Dat zit allemaal in de camera's. Dus ik word geholpen in mijn werk met het bedienen van de apparatuur. Hierachter hebben we een PA-system. Dat is ook weer een Engels woord, maar zeg maar gewoon de luidspreker die je ook op de politieauto hebt. Die kunnen wij bedienen. Dus we kunnen oproepen plaatsen. We kunnen mensen die zich verstopt hebben in een gebied waarvan je zeker weet van die gaat de politie vinden. Kunnen we aanroepen van joh, geef je maar over, want het heeft geen nut meer. Ja, in de praktijk leert dat werkt. Dat doe je ook wel eens echt. Ja, als je mensen direct aanspreekt. Ik heb een keer gehad, was er een diefstal van een bootje. Door twee gasten. Die jongens hadden zich op een eilandje verstopt. Ergens in het water. Voor mij was het bij de Kralingse Plas of zoiets. Ja, die hadden zich verstopt daar. En die dachten, joh, wij gaan het hier wel redden. Toen hebben we met de luidspreker gezegd van jongens, geef je maar over. We hebben je gezien. Nou, toen kwamen ze zich netjes melden. Dus dat is, ja. Hoefden de collega's het water niet op. En het was eigenlijk sneller afgerond dan op een andere manier. Dus dat werkt wel? Ja, dus dat werkt. Maar er moet aardig wat herrie uitkomen om het geluid van de wieken te... Ja, er zit ook aardig geluid in. Wij kunnen ook een sirene ermee af laten horen. Dat is dan echt zo'n Amerikaanse sirene. Want de Nederlandse sirenes zitten er niet op, dus het is puur Amerikaans. En dat is dan meer om de aandacht te trekken. Van, er is wat aan de hand. En er komt een aardig geluid uit. Je moet je oren er ook niet naast leggen als die aanstaat, want dan ga je trommelvliezen eraan. Ja, precies. Nou, als we verder naar achter gaan, dan hebben we hier het zoeklicht. Ook allemaal vanaf de buitenkant te zien, dus dat is ook allemaal niet geheim. Het zoeklicht kunnen wij vanuit de cabin, kan ik die besturen. Ik kan plaatsen aanduiden met het licht waar collega's moeten gaan zoeken. Ik kan verdachtes of vermiste mensen kan ik in het licht zetten, waardoor de collega's er makkelijker naartoe lopen. Soms... Als we bijvoorbeeld een aanhouding hebben op straat en het is rumoerig, dus er komt heel veel mensen komen erop af. En de collega's merken we dat het toch wel spannend wordt voor hun. Dan willen we nog wel eens het licht erop zetten, waardoor je eigenlijk ziet, op het moment dat het licht erop gaat, dan zie je eigenlijk de grootste meelopers, die zijn allemaal weg.
Ja, en dan wordt het voor hun op straat een stuk veiliger. Dus zo gebruiken we dat. Kun je mensen ook een beetje uit de anonimiteit halen? Absoluut, ja. Absoluut. Ik ben erbij geweest met de coronarellen in Rotterdam in het begin. Met de plunderingen, daar vloog ik boven. Nou, je merkte gewoon, ze waren een winkel aan het plunderen en we zetten het licht erop. En ja, de meelopers die dachten allemaal van wegwezen. Dus ja, zo maak je het gewoon wat veiliger voor iedereen. En deze drie apparaten waar we het nu over hebben gehad, die bestuur jij allemaal? Ja, die bestuur ik allemaal. En hebben jullie ook gewoon een normale portofoons aan boord? Of ja. Zit er een soort van mobiele phone net zoals in de politieauto's ja. In? We hebben heel veel groepen die we uit kunnen luisteren. Ja. We hebben 2 C2000 mobiele phones en we hebben nog veel meer portofoons die we kunnen schakelen. Dus je kan je begrijpen dat het een hoop herrie soms is aan je hoofd met alles wat door elkaar heen gaat. En ja, dan moet je het goede uitfilteren. Hey, als je hier komt kijken, dit is de voorkant. Hier zit zeg maar de piloot. Is ook verder standaard, gewoon een standaard politiehelikopter of standaard helikopter zeg maar. Ja. Met de bediening. Piloot zit altijd rechts en als het donker is zit er nog een piloot naast die dan andere zaken doet. Ja. Communicatie, omdat het in donker vliegen best wel inspannend is. En ook gewoon goed je hoofd erbij moet houden. Ja. Met alle communicaties en het zicht wat eigenlijk ontbreekt 's nachts. We komen nu aan het gedeelte wat eigenlijk mijn kantoor is. En je ziet het, er is een groot gedeelte ook afgeschermd. Dat mogen we niet laten zien. Er zijn ook een aantal dingen wat we wel kunnen laten zien. En dat komt omdat dat ook al op internet staat. Kijk, alles wat je aan de buitenkant ziet, dat is al bekend. Ja. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Ik heb hier allemaal monitoren onder zitten. En op de monitoren kan ik verschillende systemen schakelen. Een navigatie, hè? Dus zeg maar de TomTom voor in de lucht kan ik erin zetten. Ik kan de beelden die ik bekijk, hè? Met camera kan ik erin zetten. Ik heb allerlei systemen om voertuigen te bekijken, om meldingen te bekijken. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een soort kleine meldkamer bij mij in de cabin. En met al die info probeer ik eigenlijk mijn politiewerk zo goed mogelijk uit te voeren. Dit is het gedeelte waar ik de camera mee bedien. Allemaal knopjes waarmee ik dus eigenlijk de camera zoals die daarop zit kan bedienen, kan draaien, kan inzoomen. Ik kan schakelen tussen bepaalde sensoren. Dus ik kan kleur kijken, ik kan infrarood kijken, ik kan het door elkaar heen zetten. Als ik dat zo allemaal hoor, dan klinkt het als keihard werken. Ja, het is ook keihard werken en het is ook heel inspannend. Je moet zo zien, ga maar eens een keer een hele dag op de kermis in een achtbaan zitten. Nou, dat is misschien overdreven, maar dat doet wel wat met je lichaam, het vliegen. Het is zwaar, het is inspannend. En zeker in het begin ben je daar heel druk mee bezig, want dan moet je ook nog alle apparatuur leren kennen. Maar als je op een gegeven moment wat ervaring krijgt en je draait wat jaartjes mee, dan wordt het bedienen van de apparatuur wordt een automatisme en dan ben je veel minder snel moe dan je in het begin was. Toen ik hier net begon en ik kwam thuis, dan plofte ik op de bank en dan lag ik te slapen. Ja. Uiteindelijk wordt dat wat minder. En dan komt ook bij dat de mooie zaken die je hebt, waar je zelf ook gewoon in de kist zeg maar de high fives aan elkaar geeft van dat hebben we mooi gedaan. Ja, dat haalt ook een stuk van je moeheid weg. Eigenlijk hetzelfde als je op straat werkte. Ik bedoel, dan zat je in de nachtdienst en helemaal niks te gebeuren. Tot je in één keer die melding kreeg en iedereen was weer bij. Adrenaline en voldoening doen veel goede dingen voor je, inderdaad. Ja. Ja. Wat kan je nog meer laten zien? Nou, ik had het net over de lamp die we erop hebben staan. Dit is de bediening van de lamp. Kan ik hem ook mee besturen en allerlei schakelingen maken. Zodat we uit kunnen lichten op de grond. Je ziet daar dat zwarte ding en dat blauwe ding. Dat zijn de cable cutters, noemen we dat. Die dingen zijn ervoor gemaakt. Stel, we maken een keer een buitenlanding en we zien een hekje over het hoofd. Dat die kabels worden doorgesneden. En daar zitten hele scherpe messen in, zoals je ziet. En die messen die snijden dan die kabel door. Zodat je eigenlijk niet over de kop slaat, zeg maar. Zoals je ziet, ik heb gewoon een politiejas. Ik zal hem even uitdoen. Nou, dit hebben jullie eigenlijk vorige keer al gezien. De koppel met het gewone dienstwapen wat wij dragen. Ik heb ook al verteld dat we allemaal gewoon politieagent zijn. En net zo makkelijk in een auto kunnen stappen als op een helikopter kunnen vliegen.
de wapenstok die we tegenwoordig hebben. We hebben geen pepperspray, dat heb ik ook verteld, omdat dat in de lucht gevaarlijk kan zijn. Ja, en verder de handboeien, de porto's. Dit pak is brandvrij, of brandvertragend zeg maar. Dus dat is mocht er een keer brand komen in een helikopter, dat wij kunnen we er toch nog redelijk veilig uitkomen. Voor wat betreft de helm, we hebben verschillende vizieren erop zitten. Ik heb nu mijn donkere vizier erop, omdat ik toch enigszins onherkenbaar wil blijven. Maar er zit ook een helder vizier in. Het vizier is met name, het donkere vizier is tegen het zonlicht. Maar ook tegen bijvoorbeeld een aanvaring of aanvlieging met een vogel. Als je voorin zit en er komt een vogel naar binnen, ja, dan wil je die niet in je ogen krijgen. Dus het is ook een stukje veiligheid. Ja, en verder gehoorbescherming zit erin. Dus je hebt net gehoord hoeveel herrie een helikopter is. Nou, moet je nagaan wat er gebeurt als je hieronder staat. Dan wil je toch gewoon goede gehoorbescherming om letsel tegen te gaan. Hey, je ziet achter ons de helikopter die weggaat. Er staan ook mensen bij van onze technische dienst. Die rijden in het karretje. En die zorgen gewoon dat wij veilig ons werk kunnen doen. En eigenlijk zijn zij onderdeel van het team. Het is niet alleen een helikopter waar ik mijn werk in doe. Maar het is alles hieromheen. Wat eigenlijk zorgt dat ik mijn werk goed kan doen. En dat is ook de technische dienst. En dat is ook iemand die de helikopter goed schoonmaakt. En die de klachten oplost. En zij gaan nu zeg maar, dat noemen we spoelen. We doen één keer in de per dag na de vlucht gaan we de motoren zeg maar even wassen. En daar zijn zij nu mee bezig. Dus die gaat zo opstarten. Let even op je oren, want dan, het is een hard geluid. Tinus, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit inkijkje in jouw bijzondere werk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. En ik zeg het, ik kan er dagen over praten. We hebben maar beperkte tijd hier. Nou, wellicht gaan we gewoon op termijn een deel 2 doen. Ja, waarom doen we niet? Deel 2. Ik bedoel, je bent welkom. Dan wil ik wel meevliegen. Ja. Nou, dat gaan we wel even. We hebben het over luchtziekte gehad, hè. Dus misschien moeten we dat eerst gaan bekijken. Eerst even of je daar testen. Tegen kan. Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Hey, tot slot mag ik jou als luisteraar ook hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken. En we zijn te vinden op Apple Podcast, op Spotify. En je kan natuurlijk ook kijken op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. Dus we zien elkaar in over 2 weken in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie Eenheid Rotterdam. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.